Kijk je uit. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. En leuk dat je waarschijnlijk, net zoals ik, ook nieuwsgierig bent naar wat er zich nu afspeelt in het oude V&D-pand. Want ik loop vaak langs en dan denk ik, ja, wat zie ik nou? Ik snap dat het iets met kunst te maken heeft, maar wat betekent het? En ja, waarom staat het hier? Dus ik ben vandaag eindelijk op pad geweest met Boris van het SBK. En die heeft mij wat kunstenaars laten spreken en een beetje rondgeleid door het pand. En dat wilde ik natuurlijk met jullie delen. Dus als jullie ook al een tijdje nieuwsgierig zijn of misschien nog helemaal niet wisten, blijf dan vooral kijken en dan laat ik het jullie zien. Nou, ondertussen zijn we wel nieuwsgierig geworden. Wat gebeurt er nou allemaal in het oude V&D-pand? Ja, het V&D-pand stond jarenlang leeg en Dordrecht is een echte kunstenaarsstad. Dus de winkeliers van de binnenstad dachten, kunnen we dat niet combineren? En we zijn een kunstproject gestart waarin alle toonaangevende kunstenaars die we hebben, de leegstaande etalages hebben getransformeerd tot werelden op zich. En die blijven in ontwikkeling, dus er komt geluidkunst bij en videokunst, maar ook gewoon doeken en sculpturen en bewegende kunst. Dus iedere keer word je als voorbijganger verrast door wat hier eigenlijk gebeurt. Ik kreeg van Boris een kijkje binnenin het V&D-pand, waar verschillende kunstenaars bezig zijn met hun kunstwerken. Hier kon ik er een paar van spreken. En natuurlijk was ik als eerst nieuwsgierig hoe deze installatie is ontstaan. Te zien vanaf het Scheffersplein. Dit werk is eigenlijk ontstaan met deze stoel. Die stoel die liet Boris zien van het SBK, die zei van, ja, die heeft dat heel goed aangevoeld. Die zei, Ivo, dit is echt de stoel voor jou. En die laat mij die foto's zien en ik was meteen geïnspireerd. En dan ga ik nadenken en, oh ja, daar moet iets mee. Maar eigenlijk een installatie waar wat gebeurt. En wat een beetje laat zien hoe mijn gevoel was in deze tijd. Dus ik kan hem wel laten zien, ik kan hem aanzetten. Ja, doe maar. Was dat een prettig gevoel? Of? Gek genoeg als je nu in de stoel gaat zitten is het best een prettig gevoel, ja? Maar op zich was het gevoel niet prettig, alles jeukte en ja, je wil van alles doen, maar dat kan niet vanwege corona, heb ik het toch even genoemd. En het voelt wel prettig? Ja, dit is prettig, ja, dit is grappig ook, want je hebt er geen controle over, ja, je krijgt eigenlijk een pak slaag, maar het doet geen pijn. Dat is het eigenlijk. Alles jeukt, kriebelt, nou ja. Dit werk ook een beetje. Roman Dreesman is altijd vlakbij voor het hele gezin. En voor mij. En toen ik even later buiten stond, hoorde ik vage geluiden die ik leek te herkennen. Toen Boris mij vroeg om hier een werk voor de V&D te maken. Ik ben zelf geluidskunstenaar, dus ik werk sowieso veel met geluiden. Vooral geluiden die al bestaan. Dus ik ben eigenlijk hier met mijn geluidsapparatuur rond gaan lopen om te kijken wat voor geluiden ik nog kon vinden in een verlaten pand. Want het zijn als het goed is niet heel veel geluiden, behalve van jezelf als je er doorheen wandelt. Dan heb je bijvoorbeeld met de roltrappen al. Het geluid van het lopen op een stilstaande roltrap is natuurlijk al heel mooi. Maar er zijn ook een aantal machines die nog draaien, ook om voor de stroomvoorziening van de rest van de panden om de V&D heen. Nou, die geluiden heb ik verzameld. Daar heb ik een compositie van gemaakt. En daarbij heb ik allerlei archiefmateriaal eigenlijk van oude V&D-reclames bij elkaar verzameld. En dat is eigenlijk één geluidswerk geworden. En als laatst spreek ik Norman Maus, die bezig is met zijn video-installatie. Ja, inderdaad. Dat zijn allemaal videobanden en die zijn verzameld uit videotheken. Daar zitten een heleboel verhalen bij en ook achter die heel interessant zijn voor mij. In elk geval heel interessant. Zo zitten daar een heleboel kleine verhalen ook tussendoor, inverbouwd in deze objecten. Meestal begint het bij, als ik in ruimte binnenkom, dan verken ik die ruimte eventjes. En dan vallen mij vrij snel interessante hoeken, interessante delen op in de ruimte, hoe het licht valt en waar een object zou kunnen staan. En toen ik bezig was, dacht ik ook, nou ja, als ik het object zo bouw als dit hier verder opbouw, dan is het allemaal vrij zwaar en redelijk triest. En in deze tijd hebben wij het met z'n allen toch al zwaar genoeg gehad. Dus ik dacht, een beetje kleur zou wel leuk zijn en daarom zitten hier van die gekleurde tapes tussen. Nou ja, daar gaat nog een heleboel gebeuren, maar daar kan ik me niet zoveel over vertellen. Dat is een beetje spannend. Kortom, hou de etalages goed in de gaten, want deze blijven veranderen.